jullie allemaal zijn hier in de studio en nu thuis. Goedenavond, dit is alweer aflevering 9. En we gaan het vanavond hebben over gevangenschap. Dan heb je natuurlijk verschillende soorten gevangenschap. Niet dat je denkt, oh, we gaan het alleen maar hebben over cellen en gevangenen. Je hebt natuurlijk ook gevangenschap psychisch, fysiek, psychosomatisch, noem maar op, neurotisch, dwangmatisch. Allerlei verschillende soorten. Het leek me gewoon leuk. En als u nou denkt, wat bedoelt ze nou? Nou, als ik bijvoorbeeld hier sta, weet je, en ik zou bijvoorbeeld dit doen, ja, dan loop ik gelijk uit het beeld. Snapt u hem? Oh, staat ze opeens daar en moet ik weer daarna kijken. Het zijn allemaal verschillende camera's. Ik heb hier namelijk een kruisje op de vloer. En als ik daar niet op sta, dan hebben we een groot probleem. Dus je denkt, goh, die bloem is vrij, die kan zich alles permitteren. Nee, op het kruisje, anders stompen ze me echt voor mijn kop als ik het niet doe. Als ik bijvoorbeeld die kant op loop zonder dat het gepland is, sta ik in uit het licht. En dan sta ik opeens bij die leuke cameraman. En dan ziet u een camera en dan denkt hij, oh, het is helemaal niet gewoon een theatershow. Nee, dan is het namelijk televisie en dat mag eigenlijk niet. Dus ik ben vreselijk gebonden de hele week. Ik leer ik allemaal dingen uit mijn hoofd. Ik ben gevangen. Nou, laat maar. In ieder geval heb ik besloten om een klein beetje iets te doorbreken. Stelde ik gelijk voor, zullen we beginnen met de finale? Dat mocht niet. Maar toen mocht ik wel beginnen met iets anders dan een zangnummer. Dus dacht ik, beginnen we eens met de Tracy Flowers op locatie deze keer. Yeah. Tracy, waar ben je?